Je voelt je niet serieus genomen. Je voelt zeg maar alsof ze altijd jou moeten hebben. Het was 9 uur 's ochtends op een zondag en dat vergeet ik niet meer. Ik werd aangehouden door een agent bij het stoplicht. En een busje die sneed me af. Papieren, kenteken, bewijs, bla bla bla. Raam je naar beneden, agent komt naar mijn kont, die grijpt me door mijn nek. Een andere agent komt erbij en die begint me klappen te geven. Er is nog geen woord uitgewisseld, ik weet nog niet van wat ik ben aangehouden, wat dan ook. Die begint me te slaan. Als ik nou nog te snel zou rijden of links zou blijven hangen of bumper kleven, dan kan ik het allemaal begrijpen, maar dat is niet zo. Op regelmatige basis word je dan aan de kant gezet en dan word je gevraagd van is deze auto wel van jou, hoe kan je dan deze auto betalen? Vervolgens gooide hij mijn rijbewijs en mijn kentekenpapieren, gooide die mijn auto in, zodat die oprood, anders neem ik je auto mee, is dat op zebra. Als je zoiets meemaakt, denk je toch bij jezelf, wat de fuck gebeurt hier? Typhoon, Mr. Props, advocaat Gerard Roethoff, Remy Bonjansky. Dat zijn allemaal mannen die met etnisch profileren te maken hebben gehad. Dit omdat de politie inschatte dat hun huidskleur niet matchte met de dure auto waar ze in reden. En vandaag vindt hier in de Melkweg een evenement plaats. Ctrl-Alt-Delete om racisme tegen te gaan. Dion Abdulhagiskan is daar initiatiefneemster van. Etnisch profileren vindt plaats. En het vindt plaats door alle lagen van de bevolking. Je ziet, je voelt, je hoort de woede en de pijn. En dat is ook een van de redenen waarom we dit soort bijeenkomsten belangrijk vinden om die te organiseren, zodat je dat kan delen. Dat je troost vindt, dat je bevestiging krijgt, maar ook dat degene die deels die pijn veroorzaakt, dat die dit horen en dat ze er wat mee kunnen doen. Ik vind dus echt dat als je etniciteit, als je dat maar helemaal geen rol spelen. Dat vind ik dus niet beantwoorden dan aan de praktijk van de politieman op straat. Want dan moet ik ook zorgen dat het veilig wordt op straat. De politie gaat dan met een bepaalde blik de straat op en vindt dan inderdaad, heeft dan een bepaalde hit. En we weten helemaal niet dat de groepen die buiten dat blikveld vallen, hoe het daarmee zit. Dus dit is hoogst problematisch, deze hele werkwijze. En dat is dus waarom we ook op een veel bredere manier moeten kijken naar etnisch profileren. Als je het hebt over etnisch profileren, een heel goed voorbeeld is wat er op Schiphol gebeurt. De mensen die naar Suriname en Curaçao gaan, die weten dat. Kom je terug, dan staan er agenten met open armen op mensen te wachten. En wat valt dan op? Dat alleen de donkere eruit gepikt worden. En wat ik dan weet, want ik ben advocaat, ik doe regelmatig strafzaken. Je hebt jongens die speciaal couriers zoeken, die blank zijn, omdat ze weten, die donkere worden eruit gepikt en die blanke lopen door. En dat is op zich een bekend gegeven bij de politie, want de politie leest die taps ook, maar toch wordt nog steeds op donker geselecteerd. En dat is voor mij onbegrijpelijk. En ook ik heb gewoon regelmatig te maken gehad met onterechte staande houdingen. Ik ken die verhalen van mijn omgeving. Mijn broertje, vrienden, neven. En het is gewoon een van de uitsluitingsmechanismes waar we last van hebben. Waar in ieder geval allochtonen regelmatig mee te maken hebben. En gezien het feit dat we als organisatie al bezig zijn om sociale vraagstukken te bespreken en op de kaart te zetten, dachten we, nou, dit is ook wel een thema waar we gewoon mee aan de slag moeten. Wat dacht je toen je voor de 5e, 6e, 10e keer werd aangehouden? Ja, wat denk je? Dat wil je eigenlijk niet weten wat ik dan denk. Ja, nee. Het doet wat met je. En waarom het extra wat met mij doet, is omdat ik gewoon die verhalen ook dagelijks hoor. Ik zie het ook op straat. Dat is ook waarom bijvoorbeeld Typhoon naar buiten is getreden. Omdat hij voor de zoveelste keer als artiest gewoon zijn geld heeft verdiend. Een mooie auto heeft gekocht. En gewoon van een show naar huis rijdt en wordt staande gehouden. Want een zwarte man in een dure auto, dat zijn alarmbellen. En dus moeten we hem aanhouden. Al gebeurt het maar 1 of 2 keer, het feit dat het onterecht voelt, heb je het idee van ze moeten altijd jou hebben. Want je moet begrijpen dat je ook te maken hebt met andere uitsluitingsmechanismes. Horeca-discriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie, onderadvisering op het onderwijs. Op straat, nou, daar zal je zelf misschien ook wel eens mee te maken hebben gehad. Je wordt verdacht van onkundig. En dat gevoel, dat is niet prettig. Wanneer heb je dat voor het eerst meegemaakt?
De allereerste keer was ik denk ik heel klein. Het was bijna kerst en we gingen dus nette kleding kopen. Want ja, dat doen Surinamers. Met kerst moet je er netjes uitzien. En we gingen naar een winkel. Mijn moeder ging vragen of ze misschien ook nette schoenen hadden voor kinderen. En die vrouw keek ons aan en die letterlijk. En ze keek zo. Ze keek mijn broertje naar mij, ze keek naar mijn moeder. En zei ze van, ja, maar dan moet hij er gewoon naar de zwarte markt. En dat moment staat me zo bij. Want dat ik echt dacht van, maar wacht eventjes. Op basis van hoe we eruit zien, kan je ons niet gewoon normaal behandelen. En ik denk dat ik maar een jaar of 6 of 7 was. En het feit dat het moment me zo bijstaat, zegt wel iets over de toonaard en eigenlijk de mate waarin het ook plaatsvindt. Maar snap je mijn woorden? Voel je mijn pijn, homie? Huh? Sinds kleins af aan loop het plein, homie. Met een oorlog bezig in mijn brein, homie. Wat weet je ervan? Te weinig toch eet je ervan? Schijnheilig en leef je ervan, je verdient op het leed van menige marken voor jou geen respect. Want jij verdient geen respect. Ik lees wat je over me schrijft en ik hoor wat je over me zegt. Ik ben een mokro, geen kaaskop, een moslim, dus ik blaas op. Ik ben alles behalve Hollands, dat is wat je zegt. Ik heb je wel goed verstaan, toch? Fuck jou. Fuck Geert Wilders en dat hele zootje van de PVV. Toen ik je vroeg toch, van zou je willen optreden, wist ik dat bijna iedereen dacht van, nee toch. Want we weten dat als jij dit bent, trek je je mond open en zeg je wat je denkt. En soms is het iets dat we niet allemaal willen horen, maar is het wel nodig dat er over wordt gesproken. Ik weet nog dat ik een jaar of 14 was en de detectiepoortjes bij de HEMA gingen af. En ik heb altijd op hoog niveau gesport, dus ik liep best wel vaak in gewoon een jogging outfit. Nou, twee witte meisjes voor de duidelijkheid. Zij renden weg en ik werd in mijn capuchon gegrepen. En ik moest mee naar achter, dus ik keek die man aan. Ik zeg, je ziet toch dat daar twee meisjes weglopen? En ik ben niet iemand die... Ik heb nog nooit in mijn leven gestolen, zeg maar. Dus ik vroeg ook aan hem van, weet je, wat is de reden waarom je mij staande houdt? En ze zei van, ja, mond dicht, meekomen en moest zitten. Nou, ik moest ook een bonnetje laten zien dat ik gewoon niks vroeg. Letterlijk had ik een geodriehoek en een gum gekocht voor school. Snap je wat ik bedoel? Wat is jullie ambitie voor de komende 2 jaar? Je moet wel rekening mee houden, we zijn een organisatie van 60.000 man. Het is het grootste bedrijf in Nederland. Dus voordat je alles en iedereen bereikt, getraind hebt en overal bewust van hebt gemaakt, daar gaat al even tijd overheen. Maar daar zijn we volop mee aan de gang. En voor degenen die nog niet bewust zijn en dus de kans is groot dat ze zich schuldig maken en iets profileren, voeren die dan voorlopig even geen taken uit op straat? Nou, het is niet zo dat iedereen die die training of zo nog niet gehad heeft, dat die het iets profileert of zo. Wat we wel doen is een werkinstructie, die is het eind van dit jaar is dat klaar. En dat is een handreiking naar alle politiemensen waarin we aangeven van wat is nou etnisch profileren en hoe moet je professioneel controleren. Want dat is de essentie waar het over gaat. Als iemand etnisch geprofileerd heeft, hè, als dat is gebeurd, nou dan A moeten we dat weten, hè, dus A moet er een klacht binnenkomen. Daarom hebben we vorige week die app geïntroduceerd. Zo hopen we dus meer zicht op het probleem te krijgen en dat dan ook aan te pakken. Wat ben ik vergeten, Appa? Wees kritisch, alsjeblieft. Ja, er is nog één dingetje. Maar feit is, er lopen gewoon een aantal kokosnoten bij de politie. Die serieus racist zijn. Training voor wat? Vriend, wat voor training? Hou jij iemand aan omdat diegene gekleurd is en in een dure ouderheid beter? Als dat jouw redenering is, jouw manier van denken en jouw manier van handelen. Dat is fout. Punt. Hoe doorbreek je de gedachte van een Ingrid op de bank die kijkt naar opsporing verzocht en die denkt van ja, nou ja, dat is logisch, dat zijn allemaal zwarten, dat zijn allemaal Marokkanen die ik op televisie terugzie. Hoe doorbreek je die gedachte? Om de kern te pakken, het probleem zit er mede in de mediaframing en de wijze waarop de politici over gewoon burgers, gewoon Nederlandse staatburgers praat. Kijk, als daar de verantwoordelijkheid niet wordt genomen, dan blijven we met de gevolgen te kampen. Zoals inderdaad etnisch profileren of horecadiscriminatie. Om een voorbeeld te geven, Frans Bovenkerk, een bekende criminoloog, heeft dat heel mooi uiteengezet. En die zegt dat van de 100 Marokkanen, 5% in de Marokkaanse Nederlanders, 5% in de leeftijd van 18 tot 23, oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Moet dan die overige 95% daar de dupe van zijn? Hoe lang moeten we ongeveer wachten voordat het echt helemaal geïmplementeerd is in de organisatie?
Nou, we hebben nu een plan van 2 jaar. En in die 2 jaar willen we dat iedereen getraind is, die instructie er is en dat er dus ervaring ook met klachten enzovoort. Ik zeg heel eerlijk, ik vind het leuk om te horen, maar als ik kijk naar agenten die een onschuldige man vermoorden en worden vrijgesproken door de rechterlijke macht, dan weet ik niet in hoeverre ze etnisch profileren wel zo serieus op het lijstje hebben staan als moord wordt goedgekeurd. Ja. Je hebt een heel terecht punt. Ik geef les op bijvoorbeeld mbo-scholen. Ik zie die jongens, er zijn houding- en motivatieklassen op het mbo. Dan komen wij in zo'n klaslokaal en dan zie ik die gasten. Dan denk ik bij mezelf, en wat is er mis met jouw houding en motivatie? Ja, ze zien ons als probleem, want we zijn druk en dit, dat. En dan ga ik met ze in gesprek en dan zeg ik van, en wat doe jij eraan? Ja, als ze me toch druk vinden, wat maakt dat dan uit? Dan kan ik dit goed niet opletten of niet komen of weet ik veel. Dus ze gaan zich gedragen naar dat beeld wat over hen wordt geschetst. En dan zeg ik tegen ze, luister dan, je hebt 2 opties. Of je accepteert het feit dat je als een crimineel wordt gezien, of je gaat het tegendeel bewijzen. Ik wil er wel bij zeggen dat het echt een ingewikkeld onderwerp is. Omdat wij ook heel vaak beschuldigd worden van etnisch profileren, terwijl het helemaal niet aan de hand is. Dus dat is ook een aspect waar je ook wel rekening mee moet houden. De agenten die zich nu toch schuldig maken aan etnisch profileren, kan daar niet gewoon hard tegen opgetreden worden? Kijk, als er nu helder is over een politieambtenaar, van welke rang dan ook, dat die structureel etnisch profileert, gewoon discrimineert in strijd met artikel 1 van de grondwet, dan is er voor die politieambtenaar geen plek in de Nederlandse politie. Oké, goed. Als een probleem niet wordt herkend, wordt die ook niet opgelost. Dus ik denk dat wij ook wel heel goed geweest zijn in het duiden van problemen en daar gewoon een constructief gesprek over te voeren. Kijk, en wat dat betreft ben ik dan wel echt een soort van rebels om het tegendeel te wijzen van wat ik allemaal voor resultaten kan boeken hier in Nederland. Want wij als organisatie zijn bijvoorbeeld ongesubsidieerd. Want vaak zien ze iemand zoals wij die met maatschappelijke vraagstukken bezig zijn. En dan denken ze, ja, het zijn alleen maar subsidietrekkers. Nee, vriend of vriendin, dat hoeft helemaal niet. Je moet nooit afhankelijk zijn via wie of wat dan ook. En als je dat in je mindset al goed zet, ja, dan is het makkelijker om dat ook uit te stralen en andere mensen daarvan te overtuigen en mee te nemen. Nee, natuurlijk niet. Niet iedereen omarmt wat ik doe. Maar dat is ook wel grappig. Ik heb daar ook mijn weg in gevonden. In het begin van de periode van de organisatie was ik heel veel in de media. En toen heb ik echt bewust even een stap teruggenomen. Vooral te maken met, en dan heb ik het over met name racistische opmerkingen, seksistische opmerkingen, doodsbedreigingen. Daar moet je wel je weg in vinden. Ik zoek wel een betere balans in, waar ga ik voor staan, waar treed ik op. Welke woorden gebruik ik dan? Ik denk daar wel veel bewuster over na. Je ambities voor de toekomst? Dat wij als organisatie niet meer bestaan. Ja, want dan is onze missie volbracht. En wat ga je dan doen? Waarschijnlijk naar Curaçao en achter een cocktailbar staan. En lekker gewoon genieten van mooi weer en mijn vitamine D een beetje opkrikken. Zodat mijn huidskleur weer een beetje terugkomt. Want deze wintermaanden zijn niet goed geworden voor mijn DNA. Ja.